Met Hugo eerlijk gezegd niet, maar alhoewel dat hij wel in heel goede conditie is, omdat hij heeft ook al eens derde gereden in een rit en dan laat het toch wel uw conditie zien. Maar vandaag was het eigenlijk meer voor Woodsy. Maar ze waren al een twee mee en dan moet je kans grijpen. Het is een heel bijzonder verhaal natuurlijk van hem. En het is natuurlijk ook een beetje een verhaal van altijd maar door blijven gaan als je een doel hebt. Ja, je ziet het wel. Hè. Je moet nooit opgeven en als je iedere opportuniteit moet pakken. En een rit winnen in de Tour is nooit gemakkelijk, maar ja, het is hem vandaag gelukt. En ik denk dat, dat er wel iemand bovenaan had die hem helpte vandaag. Hoe belangrijk is het voor hem? Well, ik denk dat hij emotioneel een heel belangrijke dag is voor hem. Hè. Zijn broer dat overleden is 10 jaar geleden, ze keken samen naar de koers en ze hebben daar altijd van gedroomd. En ik denk dat dat wel een opsteker is voor extra steun en motivatie gaan halen in zo'n overwinning. Alweer nummer 2 voor de ploeg. Sorry? En alweer nummer 2 voor de ploeg in deze Tour. Ja, het is heel mooi. Allee, de derde deelname van de ploeg in de Tour. We hadden nooit een rit gewonnen. We zijn hier recht naartoe gekomen met een sterke ploeg. Een heel offensieve ploeg die dat type ritten kon winnen. En natuurlijk, ja, als je er 2 wint, is prachtig. Hè? Dankjewel. 1 minuut 30. Blijf iedere dag op de hoogte van de Tour de France met de Wielerflits Update. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.